Mijn naam is Sansan. Ik werk bij het ministerie van Defensie, bij het kleding- en uitrustingenbedrijf. Ik heb opleiding technische commerciële textielkunde gevolgd aan Saxion en het toptalentprogramma Natural Leadership. Het gaat niet per se om leiderschap over anderen, maar leiderschap over jezelf. Hoe kan je jezelf nou leiden? Door jezelf te leren kennen, door jezelf dus eigenlijk te ontwikkelen, door je drijfveer te ontdekken en door je motivatie te ontdekken. Dan weet je in welke richting jezelf moet leiden, in een omgeving leiden wat goed bij je past. En dat is iets wat ik zocht naast mijn opleiding. Ik kan me nog een keer een dag herinneren waarbij we bij elkaar kwamen en we moesten onze ideale werkdag omschrijven. En dat zegt heel veel over wat heb ik nodig om mij blij en goed te voelen in wat ik doe. Na mijn opleiding moest ik natuurlijk op zoek naar een baan. Nou, toen ben ik begonnen bij een bedrijf en na een tijdje merkte ik aan mezelf dat ik gewoon niet meer met zin naar mijn werk ging. En ik denk als je in zo'n situatie zit, dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou, ik heb een steady baan, ik blijf zitten waar ik zit. Maar ik wil werk niet als werk zien. En ik wilde een baan vinden wat echt goed bij me past. Dus toen heb ik de stap genomen om toch mijn baan op te zeggen en andere keuzes in het leven te gaan maken. Ergens denk ik ook dat dat te maken heeft gehad dat ik ons programma heb gevolgd. Ja. Ik werk nu voor het KPU-bedrijf, het kleding- en persoonlijk uitrustingenbedrijf van het ministerie van Defensie. En als ik het even niet meer weet, dan grijp ik eigenlijk terug naar die dag. Denk zo van, oké, welke elementen die ik destijds heb beschreven, mis ik nu eigenlijk? En dan kan ik die elementen weer terughalen in mijn werk, waardoor ik me weer prettig voel, als het ware. Ik zit hier heel goed op mijn plek. En ik ben door het programma getriggerd om telkens te blijven nadenken. Ben ik nog wel blij met wat ik aan het doen ben? En niet stil te blijven zitten, niet stil te blijven staan. Jezelf door weer ontwikkelen. Steeds een vervolgdoel voor jezelf stellen. En ik heb er nog steeds baat bij. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ja.